Ladytrucker Sarah heeft tot diep in de nacht doorgewerkt. Ze ontwaakt nu pas op een parkeerterrein, vlakbij Parijs. Morgen. Dank u voor het bellen. Ik ben dus even zijn wel zo kwakje ben. Tada. Oh, goedemorgen, de wereld. Sarah durft zich al eens te overslapen. Daarom laat ze altijd iemand van het bedrijf bellen als ze moet vertrekken. Ja, van een moment heeft Rome wakker gebeld. Dat is voor mij gewoon beter. Anders zou ik gewoon niet wakker worden van mijn wekker. Ik heb maar 30% gehoor aan de ene kant. En als ik op mijn goede oor lig, dan hoor ik helemaal niks niet meer. Dan hoor ik mijn wekker niet afgaan. Dan mag je naast mij een bom ontploffen. Story of my life. Sarah is soms 5 dagen weg van huis. Om niet helemaal alleen te zijn, neemt ze haar hondje Mutte steeds mee op haar avonturen. In november was mijn verjaardag. Ik had zelfs op Facebook een post gemaakt van gelukkige verjaardag aan de man van mijn leven. De enigste man in mijn leven op deze moment. Dus moest ze echt wegvallen? Ja, dat zou toch wel een zware mis worden. Na Muttes ochtendritueel kan Sarah aan zichzelf denken en zoekt de douches op van het nabijgelegen truckerscafé. Nog wakker worden. Ja, weet je, in ons beroep hebben we sowieso onregelmatige uren. En is dat overslapen is zeker lastig. Weet je. Er zijn altijd momenten dat je op een uur moet opstaan. Ik heb zelfs al gehad bij mijn vorig werk dat ze dachten dat ik aan een drank zat. Dat ik s'avonds me altijd pot toedronk en ik me daar dus morgens over sliep. Maar dat is dus niet. Maar het werk weten ze dat ik mij eens kan overslapen als er niemand is dat mij wakker belt. En ze houden er ook wel rekening mee. En daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Dat ze mij niet zomaar buiten kicken, om het zo te zeggen. Proper sanitair vinden is voor een ladytrucker niet vanzelfsprekend. Vandaag heeft Sarah geluk. Wat was ze? Zie je, zo proper, die douches. Maar het is heel stom dat ze een leuk gordijntje ook nog hebben. En een douche morgens, dan voel je ook direct een andere mens, hè. Het is alleen dat ik mij beter hier helemaal kan uitkleden en die eens helemaal kan douchen dan alleen mijn haar. Dus ik ga even de deur toe doen. Tot ziens. Chiara komt vandaag een ladingstabilisé storten op een bouwwerf. Achteruit manoeuvreren met een kiepwagen is niet zo vanzelfsprekend. We zijn gewend. Het wel zorgen dat je niet te scheef staat. Dat is soms mijn grootste zorg. Als het eigenlijk zelf nog niet te scheef is, zou ik al zeggen, ik had niet onrechter kunnen staan. Daar ben ik wel echt heel bang voor soms. Nu ga ik hem laten zakken en dan ga ik mijn eigen moeten laden. Het lossen gaat vlot. Daarna moet Chiara de lege laadbak vullen met overtollig grond. Maar ze heeft liever de cabine van haar truck dan het stuur van een werfmachine. Als het echt moet, zal ik het doen, maar doe dat niet zo graag. Omdat ik dat eigenlijk echt niet kan. Ik ben daar niet super goed in, maar ik kan mijn plan wel terug. En dat duurt vrij lang bij mij. Een ander die is dat gewend en dat gaat allemaal gelijk niets. En gelijk ik graaf altijd putten. Een normale mens duurt dat 4 minuten max. Bij mij 10, als het niet langer is. Dat is allemaal tijd dat je kwijt bent of je dat niet goed kunt. Ik ben content dat dat erop zit. Vertrekken, een beestje. Ooit zal Chiara het familiebedrijf overnemen van haar vader. Maar ze heeft nog een lange weg af te leggen in de bouw- en transportsector. Dat voelt wel goed om een toekomst mee te bepalen en beter te maken. Maar het is toch soms confronterend omdat het zo moeilijk is. Ik had ook nooit niet gedacht dat mijn vader mij zo vroeg verantwoordelijkheid zou geven. Voor hem is het soms wel moeilijk om... En dan zegt hij altijd, je moet je meer aantrekken en meer de leiding doen. En als je dat dan doet, voel ik wel dat hij het daar wel moeilijk mee heeft. Dat hij echt beseft van, oei, ik ga hier toch nog rap opzij mogen gaan dan dat ik zelf had gedacht. Maar ja, ik denk dat dat wel normaal is. Hij heeft dat helemaal alleen op zijn alleen gekregen waar dat nu staat. Dat je dat niet zomaar kunt afgeven aan iemand. Allee, ook aan je dochter niet, dat dat wel moeilijk is.
Hij komt eraf, mijn vader. We komen elkaar, als we op hetzelfde traject zitten, komen we elkaar altijd tegen, maar anders heel weinig. Hallo? Ja, Clara. Ja? Hij komt hier op de muur, hè? Ja? Dan is dat zonder stieren. Ah ja. Ik ga graag in de tussenkant. Ah ja, oké. Goed? Ja, joh. Als hij iets heeft doorgekregen van planning, dan belt hij wel altijd. Of als er iets is, zal hij ook wel bellen. Of als hij voor mij al ergens heeft gelost, zal hij dat ook laten weten waar ik ergens moet lossen. Want soms zijn de bedrijven zodanig groot, er ligt er zoveel open, dat ik het niet goed weet. Voor Catharina loopt de dag voorlopig zoals gepland. Mensen noemen haar Poppemie en dat doen ze niet zomaar. Ik draag bijna alle dagen make-up. Maakt me een beetje zelfzekerder. Ik voel me toch een beetje vrouwelijker en ja, ook al is het een mannenwereld, je mag er als dan vrouwelijk uitzien. Maar ik kan niet bang zijn of blaten. Of dat er een keer een nagel breekt, of mijn handen veel zijn. Nee, ik ben niet benauwd om mijn handen veel te maken. Maar ik zie er wel graag goed uit, dat wel. Ja, like als je moet lossen en staan er twee voor u, die twee mannen. Ja, gebruik wel mijn charmes voor te vragen dat ik voor mag. Ja. Als je de charmes hebt, moet je ze gebruiken soms. Ja. De eerste klant van vandaag is een houtbedrijf. Nummertje 3 hier. De perfecte plaats om haar charmes eens uit te testen. Hallo, is dat hier? Hè? Ja. Waar moet ik het zetten? Het is redelijk lang, hè? Verlof met de kaart of... Moest je dat kunnen, ja? Ja, oh, super, dank u wel. Ik ga komen met de Clark. Hij is redelijk lang, namelijk op de kein. Is dat redelijk moeilijk met een manuele transpalet. Dus als ze voorstellen voor mijn Clark af te halen, ga ik dat zeker doen. Hij gaat omvallen. Zit. Kun je just een beetje mee helpen, een keer doen? We kunnen hem niet pakken met mijn transpalet. Is het goed? Oh, ik moet nog scannen. Oei, wacht hoor, wacht. Wacht, hé. Dit is die niet, dit is die niet. Nee, wacht. Dit is die niet. Pak dat. Dit is een doos. Oh, die mensen hebben... Wacht, nog iets. Mensen hebben bezen. Het is dat, hè. Sorry, wij. Zou je het zitten voor weer mee te hebben? Drin te steken? Merci. We zijn dinsdag, hè. Je kunt er nog mee laten. De eerste levering van vandaag is een feit, maar de volgende komt er snel aan. En ook daar wil ze er weer piekfijn bij lopen. Mijn speel nodig, hè. Alles in handbereik. Ja. We mogen er nog zijn.